Ik zit hier met Alberto Radstaken in de SSP-hal. En we hadden het er net over, Alberto, wat dat nou betekende, de SSP-hal. Ja. We wisten het beide eigenlijk niet. Hè? Nee, ik weet het niet. Dus eigenlijk de kijkers van dit filmpje, die kunnen eigenlijk insturen. Ja, prijsvraag. Kunnen ze dan ook nog wat verdienen? Ja, ze krijgen dan 2 vrijkaarten voor het Youngtimer-event. Ja? Ja. Dus degene die kan vertellen wat betekent SSP in de hal. Juist. Ja. Maar daar hebben we het niet over. We hebben het zeg maar over het Youngtimer-event. Ja. En wanneer vindt dat plaats, dat Youngtimer? Op zondag 20 mei 2012, Hemelvaartsweekend. En wat kunnen de mensen zien? Nou, in deze hal waar ik nu zit, SSP-hal, daar komen deze dag honderden Youngtimers bij elkaar. Mm-hmm. Youngtimers zijn dan auto's uit de jaren 80 en 90. Mm-hmm. Daar is nog niet heel veel voor in Nederland qua evenement. Dus daarom heb ik eigenlijk het idee opgevat om daar een evenement voor te organiseren. Dat gaat van een Fiat Panda tot aan een Ferrari Testarossa. Dus het is van alles. Mm-hmm. Alle merken, alle prijsklassen. Zolang het maar een auto is uit de jaren 80 of 90. Komen hier bijeen. Veel Youngtimer specialisten, clubs, onderdelen. Maar ook alles wat te maken heeft met verzekeringen, modelauto's, boeken. Alles gerelateerd aan Youngtimers. Mm-hmm. Dat is hier in de SSP al op het Drupark. Mm-hmm. Dan hebben we hier omheen nog een aantal grote parkeerterreinen. Onder andere bij het Beltman Complex voor de Dru Cultuurfabriek. Die gaan we inzetten ook voor clubs en liefhebbers van Youngtimers. Waar ze hun Youngtimer kunnen parkeren. Mm-hmm. Voor verkoop of voor expositie. Mm-hmm. En dan gaan we ook nog het grote grasveld hier als parkeerweide inzetten. Mm-hmm. Dus we hebben al met al een oppervlakte van iets van 30 hectare. En ik hoop dat helemaal vol komt met Youngtimers. Ja. Daar droom ik van. En het grote grasveld, dat is waar normaal Hunterpop ook... Ja, waar ze normaal staan te feesten, daar ga ik met auto's opstaan. Ja. Ja, en dus het Hemelvaartsweekend, 20 mei. 20 mei 2012, van 10 tot 5 op het Drupark. Ja, nou, lijkt me heel leuk. Ik ben er in ieder geval bij. Nou, leuk. Ja, en als we dan ook nog weten wat SSP-hal betekent, dan... Ja, dan ben ik rond. Ja. Dat is het enige wat ik nog wil weten. Ja. Dan kan ik verder. Ja, dankjewel Alberto. Graag gedaan.